leuk dat je er weer bent. Ik zag deze set paintmarkers van het merk Avec op de Exie website. En ik was eigenlijk wel benieuwd of deze anders zijn dan de voorgaande sets die Action verkocht. Wat mij gelijk opviel en waarom ik eigenlijk ook gelijk de set heb gehaald, is omdat er verschillende puntdiktes in deze set zitten. En die van de voorgaande sets die waren allemaal best wel een dikke punt. Ik heb hier alle drie de sets toevallig nog. Dit is volgens mij de eerste. En kijk, zoals je ziet is het een hele dikke punt. En dan hebben we, dit is een set daarna. Dus ook een dikke punt. Ik heb hier die punt ook omgedraaid, want de punt van de paintmarkers die ik een paar maanden geleden gekocht had, ging heel snel zeg maar uit elkaar. En dit is geloof ik ook nog eentje. Oh, dit is van Decotime. Dus het is eigenlijk weer een ander, maar in ieder geval te koop bij Action. En even kijken hoe deze eruit ziet. Oh, deze punt heb ik dus ook omgedraaid, omdat dit een dunne punt. En ik gebruik mijn paintmarker eigenlijk altijd voor het beschilderen van van stenen. Waardoor het fijn is als de punt een beetje dunner is dan de dikkere stiften. Dus toen ik terug naar de paintset van Avec. Toen ik zag dat er meerdere diktes waren van de puntjes, toen dacht ik, deze wil ik gewoon op uitproberen. En om te kijken of er een verschil zit tussen de oudere stiften en deze nieuwe stiften van Avec. Ik vertelde een vriendin dat ik deze video ging opnemen en toen zei ze, oh, wil je dan proberen op drie verschillende soorten papier? Dus wit, kraft en zwart. En toen dacht ik, dat was niet mijn bedoeling, maar ik ga het toch doen. Zoals ik al zei, ik gebruik het eigenlijk alleen voor mijn beschilderde stenen. En niet zozeer in mijn art journal of in een bullet journal of iets dergelijks. Daar heb ik eigenlijk alleen een hele fijne stiften voor. En dat is dan vaak Posca Pen gebruik ik daarvoor. Of de van Molotov gebruik ik de dunnere lijntjes. Maar goed, deze set kost €9,99. Dat is natuurlijk een heel mooie prijs. En als ik zo naar de kleuren kijk, zijn het ook gewoon mooie en gangbare kleuren. Ik heb de stiften alvast uitgeprobeerd om aan, zeg maar, te activeren. Dus bij mij gaat hij gelijk schrijven. Maar je moet hem natuurlijk eerst, net als alle andere paintmarkers of paintpens, eerst een paar keer pompen en dan komt er inkt uit of verf, waardoor je ermee kan schrijven. Maar eens kijken of dit goed in beeld is. Het gaat regenen, dus ik weet niet. En ik zit onder een schuin dak, dus ik weet niet of je het kan horen. Maar ik zal iets luider praten. En als het harder blijft regenen, dan stop ik even. Maar goed, dit is de dikste maat. 1,8 mm en 2,5 mm. Ik weet niet zo goed wat het betekent, want is het best wel 0,6 mm afstand tussen. Maar misschien bedoelen ze dat je het inderdaad kan omkeren. Ik ga het gewoon proberen. Dat zal toch niet, want voor mij zijn alle punten zo dik. Maar goed, de onderste punt dan. Ik stom er gewoon weer in. En we gaan even kijken wat voor kleur dit afgeeft op deze kleuren papier. Ik moet het natuurlijk eerst schudden. Dat heb ik natuurlijk al gedaan, maar ik moet natuurlijk altijd eerst schudden. En dan druk je een aantal keer en dan komt er inkt uit. Ik vind... de kleurafgifte is zoals je ziet goed. Ik zal het even dichterbij brengen. En ik ga gewoon verder. Nu is dit, lijkt heel dun, maar toen ik het hier uitprobeerde kwam er een klodder uit. Dus ik denk dat je sowieso, voordat je ergens op gaat tekenen of zo, eerst op iets anders kan schrijven. Zodat je de lekkage zoveel mogelijk voorkomt. Want deze lekken wel een klein beetje, deze roze dan. Kijk, je ziet het ook in de dop. Nou, ik weet niet of je het ziet in de dop, maar ik zie het in de dop.
Maar ja, als je verder kijkt naar de set, is het gewoon een hele mooie, ja, hele mooie set om mee te beginnen. Is het dan weer een stuk beter dan de roze? Ik ga die roze nog een kans geven. Maar even schudden. Een aantal keer pompen. Zie jij, doet het dan echt een stuk beter. Maar zoals je ziet komt er wel iets meer hieruit. Ja, weet je. Deze set is €9,99. Dus ja. Ik vind het gewoon niet te vergelijken met een stift die, zoals dit, dit kost ik geloof €3 of €4. En het zijn gewoon mooie, mooie, ja, mooie stiften. Dit is echt weer een, ik noem het bewust geen review, ik noem het een, hoe ik het ervaar. Het dop viel eraf, maar dat was mijn schuld, ik had niet goed opgegaan. Kijk, dit is zo, ik vind het zo'n mooie kleur dit. Ik ben ook niet echt een reviewmaker eigenlijk, want ik, ja, ik heb natuurlijk niet heel, tenminste heb ik niet echt heel veel ervaring in het maken van reviewvideo's. Maar ook, ja, ik denk dat mijn mening sowieso vaak verschilt van andere mensen, dus misschien is dat juist wel een goede review, maar goed, maakt niet uit. Ik maak nu gewoon een video en dan test ik de kwaliteit. Zover ik het vind. En de kleuren uit. Test ik uit. Probeer ik uit. Ja. Nou, goed. Dit zijn de dikkere stiften. Deze kleuren zijn dus van 1,8 mm en 2,5 mm. Oh, die regen nu is echt funest. Maar goed, deze 7 kleuren zijn dus 1,8 bij 2,5 mm. Dat zijn de dikke punten. Deze rij zijn de dunnere punten en dat is 0,9 en 1,3 mm. En dus ze zijn een stukje dunner. Je ziet het ook wel. Oh, je ziet het niet. Ik kan het zo wel laten zien. Zie je? Dit zijn ook weer, ja, ik vind het gewoon leuk, mooie kleuren. Oh, ik vergeet het hier te doen. Ik vind het een hele leuke, mooie doos waar het in zit. Dit is van metaal. En waar ze in zitten is plastic. Maar het is best soms af en toe wel moeilijker uit te halen. Of ik ben gewoon onhandig. Dat zou heel goed kunnen. Dus ik zal ze waarschijnlijk gewoon in een bakje bewaren. Oh. Nou, hier zie je het al. Ik heb deze dus alvast op dit andere papier uitgeprobeerd om te activeren. En ik haal die dop eraf en er komt allemaal spettersier. Dus daar moet je echt goed mee oppassen. Deze lekt dus blijkbaar. Ik zal hem iets dichter doen. Maar dat is niet erg, want nu ik dat weet, kijk. Nu ik dat weet, dan doe ik er gewoon voorzichtiger mee. Maar dat is dus wel iets waar je rekening mee moet houden. Ik ga hem even schoonmaken. Maar afgezien van het feit dat hij dus een beetje lekt, vind ik het wel echt een hele mooie kleur. Hier een paars. Mooie pastel. Wat je eigenlijk niet echt zou denken. Dus de kleur op de dop is niet helemaal kleur echt. Wat misschien moeilijk te krijgen is, dat weet ik niet. Het is een mooie, ja, ik weet niet. Mooie roze, oud roze. Hier een metallic rood. Bordeaux. En een roze. Nou, dat waren de 0,9 en 1,3 mm stiften. En dan heb je deze drie, zijn dan de fijnste stiften. De punt is het fijnst. Dat is 0,7 mm.
Je ziet ook echt dat het een ander soort punt is. Ik heb het idee dat dit ook niet zo zacht is als de dikkere punten. Maar ja, dat dit een soort harde materiaal is. Zie je het verschil? Oh, ik zie dat ik hier ook weer inkt heb wat gelekt is. Maar ik vind het een hele fijne, hele smalle punt. Dus ik ben hier wel blij mee. Hier een grijs. Oh, dit is meer zilver eigenlijk. Dan heb je hier nog grijs. Oh ja, deze dop is kapot. Ik zag dus dat zeg maar de omhulsel mist van deze stift en die blijkt dus in de dop te zitten. Ja, hij doet niet echt. Ik heb hem geprobeerd eruit te halen en het is niet echt heel erg of zo met schrijven. Je moet alleen wat voorzichtiger doen met de punt. Maar oh ja, en hij lekt wel heel erg. Maar dat is natuurlijk eigenlijk best wel logisch als je erover nadenkt. Want het heeft dat omhulsel dus niet. Dus ik ga wel Action of Avec hierover mailen. Maar ja, dus ik weet niet of het altijd bij deze gouden is. Ik denk dat ik toevallig eentje heb die zo is. En misschien mag ik dan de set omruilen voor de andere. Want, ja. Ik vind het zonde als dan alles uitdroogt, omdat die beschermdop er niet op zit. Of in ieder geval, ik heb geprobeerd om het eruit te krijgen en daardoor heb ik mijn pincet omgebogen. Dus een beetje zonde. Nou, dit is de zwarte. Ziet er ook gewoon goed uit. En dan de witte. Die zie je hier natuurlijk niet. En waarom hij dus wel dikker is, is omdat deze stift dus ook lekt. Tenminste, er komt meer verf uit dan dat ik wil. En dat heb ik hier ook uitgeprobeerd. Maar als je dan eenmaal, zeg maar, een tijdje gaat schrijven, dus als je hem niet meer indrukt. Kijk, of nee, ik zal het beter hierop doen. Dan is hij weer een stukje dunner. Dus ja, dus eventjes uitproberen hoe je tussendoor af en toe op een bladpapiertje tekenen. En dan kan je op je eigen werk je ding doen. Nou, dat was het maken van de swatches. Wat vind ik zelf van de stiften? Ik vind, zoals ik al eerder zei, de variatie in kleuren vind ik wel fijn. Je had namelijk hiervoor had je sets van in kleur tinten en dan wil je eigenlijk alleen maar bijvoorbeeld een geel en dan krijg je opeens 8 andere stiften erbij. Ja, dat vind ik niet zo nodig. En waarvan vaak, ik denk dat ik zelf nog een oude verpakking heb. Deze set, dit is de set hiervoor. Nou ja, hiervoor, ik weet niet. Oh, dit is ook van Avec, zie ik nu. Dat was me nog niet opgevallen. Dus eens kijken, dat zijn deze dus van Avec. De vorige. Dit is van mijzelf dezelfde stift. En of dezelfde kleur. En, maar goed, die verkocht ze dus in zo'n set. En dan, ik denk dat ze, wat zal het zijn? We hadden 6 verschillende of zoiets. 6 verschillende tinten. Maar ja, met die eerste set. En dit is volgens mij niet van Avec. Ik weet niet van welk merk dit was. Maar daar lekte ze gewoon echt heel veel. En deze duurde voor mij te lang om die inkt goed te mengen. Dus ja, is dit een upgrade? Ik denk het wel. Ik denk dat ze wel gekeken hebben naar de meningen van hun klanten. Verder vind ik gewoon de kleurvariatie heel erg mooi. Dat je zwart en wit hebt vind ik ook fijn. En dan het ook nog eens een dunne punt is. Ja, dat is gewoon, dit wordt mijn favoriet. Het is jammer dat ze deze niet los verkopen. Want als je bedenkt dat dit 10 euro per set is en deze is 4 euro per stuk. Ja, dan
denk ik dat ik eerder naar deze zou kiezen. En dan heb ik gelijk een heleboel andere. Maar wat moet je met zoveel andere kleuren als je... Nee, goed, misschien herkennen jullie dit, de gedachten van een hoarder, zeg maar. Ja, ben ik er blij mee? Ik ben er blij mee. Ik ga ook... ik heb toevallig laatst al mijn paintmarks allemaal uitgeprobeerd. Waarvan ik meer dan de helft heb moeten weggooien. Of uitgedroogd, of het lekt als gek. Of ik kreeg de doppen niet meer af. Door gelekte verf. En ik, ja, het is jammer dat deze dus alsnog best wel lekt. Komt het dan, ligt het aan de gebruiker? Misschien. Ik ga in ieder geval deze uitproberen op een steen. Want daarvoor heb ik ze eigenlijk ook gekocht. En wellicht dat ik over een paar maanden of een paar weken nog een keer uit ga proberen. Even laten zien hoe ze nu eruit zien, de stiften. Of zal het wel leeg zijn. Of, maar ja, dat kan je natuurlijk niet zien. Ik zie niet of hij half leeg is of iets. Maar ja, ik wil dan kijken van hoe lang doe je met zo'n stift. En dan niet alleen hoeveel inkt erin zit. Want dat weet ik hier natuurlijk ook niet met zo'n dure merk. Maar ik ben wel gewoon benieuwd hoe op de langdurige termijn, wat de kwaliteit hiervan is. In ieder geval, ik vind het een mooie verpakking. Dus als je een keertje, als je een cadeau zoekt voor iemand of zo en die doet wat met paintmarkers, dan is het echt een hele mooie set. Het is gewoon, dit is metaal. Die deksel is ook metaal, het ziet er hartstikke leuk uit, zie je. En voor een tientje is het gewoon een super, super aankoop, vind ik. Ja, dit ga ik gewoon hierin bewaren. Ik heb hem ook op maat gesneden, want het was iets te breed voor een A4'tje. En dan kan ik hem zo erin doen. Dan weet ik welke kleuren het zijn. En wil je nog wat weten hierover, dan zet het in de reacties. En dan kan ik er misschien op antwoorden. Kortom, set van het merk Avec. 20 paintmarkers voor €9,99. Het heeft 3 diktes, dus wat ik zeg, laten we zeggen 2 mm, 2 mm. En dan heb je de iets dunnere, die is 1 mm ongeveer ertussenin. En dan heb je nog de fijnere, die is 0,7 mm. Ja, ze liggen lekker in de hand. Dus mijn eindconclusie is, als je met paintmarkers werkt, dan is, vind ik, dit een goede aankoop. €9,99 voor de hele set. En laat me weten wat jij ermee zou doen. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken van deze video. En tot de volgende keer. Dag!